Hoewel de techniek in 1983 best wat limitaties met zich meebracht, liet ontwikkelaar Parker Brothers zich hier niet door afschrikken. Het omarmde de Atari volledig en bracht daarom hun derde spel gebaseerd op de Star Wars licentie in de vorm van Jedi Arena. Remember, a Jedi can feel the force flowing through him. You mean it controls your actions? Partially, but it also obeys your commands. Waar die Empire Strikes Back en Return of the Jedi eerder werden gebruikt als inspiratie voor een videogame, lag de basis van Jedi Arena in A New Hope. De scène waarin Luke voor het eerst zijn training met een lichtzwaard mocht starten, was blijkbaar genoeg om een hele game te creëren. In die scène moest Luke zich beschermen tegen een Seeker Droid. Deze schiet op Luke, waarna hij deze stralen tegen moet zien te houden met zijn lichtzwaard. See? You can do it. Maar een game lang met de lichtzwaard kogels terug proberen te slaan kan behoorlijk saai worden. Gelukkig bedacht de ontwikkelaar hier een revolutionaire oplossing voor die in geen eerdere Star Wars game beschikbaar was. Het spel kon tegelijk met twee spelers gespeeld worden. Look, good against remotes is one thing. Good against the living, it's something else. Het doel was hierdoor niet alleen meer om de laserstraal tegen te houden, maar om deze zo terug te kaatsen waardoor je het schild van de tegenstander vernietigde. Deed je dit doeltreffend, dan kon je de speler zelf verslaan. Het concept kan je bekend in de oren klinken wanneer je in die tijd al met games bezig was. En dat klopt. De game Warlords deed in feite precies hetzelfde. Jedi Arena was dan ook een schaamteloze kloon met een Star Wars sausje eroverheen. Maar waar de game niet de originaliteitsprijs won, was het spel wel makkelijker dan Warlords wanneer je het in je eentje speelde. En hierdoor voor een grotere groep mensen toch ook een stuk leuker. In combinatie met een bijzonder kleurrijke interface en herkenbare Star Wars muziek maakt het van Jedi Arena een opvallend stukje software. You know, I did feel something. I could almost see the remote. That's good. You've taken your first step into a larger world.